Hey, hallo en ontzettend tof dat je kijkt naar Hacking Quick Tips. En vandaag gaan we het hebben over dumping en bypassing ASR rules. ASR, ofwel Attack Surface Reduction Rules, beschermen tegen specifiek gedrag welke doorgaans door malware en kwaadaardige apps wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld devices te infecteren. ASR rules beschermen ook tegen bijvoorbeeld malicious bestanden, scripts, apps en meer. Het verkrijgen aan inzicht met betrekking tot deze regels is erg interessant, want als je weet welke regels actief zijn en welke paden eventueel daarvan uitgesloten zijn, dan ontstaat natuurlijk de mogelijkheid om gaten te vinden in de security en om de security te bypassen. En laten we er eens van uitgaan dat we op een machine stuiten welke beschermd is met ASR-regels van Microsoft Defender. En wat we willen is om verschillende whitelisted paden te vinden waarop de ASR-regels niet getriggerd worden. Windows Defender signatures en rules worden opgeslagen in VDM Virtual Containers. Het grootste gedeelte van deze containers zijn feitelijk slechts Lua scriptbestanden. Of ik moet eigenlijk zeggen Lua scriptbestanden. Lua wordt geschreven als Lua, uitgesproken als Lua. En Lua is dan weer eigenlijk de Portugese maan. Kennis waar je niks aan hebt, maar die je toch krijgt in deze hacking quick tip. Het is mogelijk om een tool zoals WD-Extract te gebruiken om alle PE-images uit deze containers te decoderen en te extraheren. En door de geëxtraheerde VDM te analyseren, kunnen we dus whitelisted paden voor de ASR-regels vinden. Nou, wat gaan we doen? We hebben dus een redelijk quick methode, een beetje hacky methode, om dit voor elkaar te krijgen en inzicht te krijgen. Deze methode is niet feilloos, maar wel, geeft wel voldoende informatie retour om inzicht te krijgen en om het een en ander relatief gericht te kunnen testen. Het eerste wat we moeten targeten is een specifieke ASR-regel. Wat willen we doen? Welke ASR-regel is daarop van kracht? En waar moeten we dus naar gaan zoeken? En we kiezen nu dus de ASR-regel die betrekking heeft op het dumpen van LSAS. En als we dan eens even gaan kijken naar de Microsoft Defender for Endpoint documentation, dan kunnen we hier, wanneer we daar een beetje op doorklikken, laten we onszelf even gemakkelijk maken en de directe URL intypen. Of niet. Microsoft ASR Rules. Dan hoop ik dat we op de site komen met de verschillende ASR Rules. ASR Collection, Overview, The Attack Surface Reduction. Hebben we hier iets aan? Hele interessante informatie, maar niet de rules die ik zoek. Use, Enable, Rules Reference. Klinkt goed. Verschillende rules, maar wat ik bij de rules nog graag wil zien is het unieke GUID. Die hebben we hier, de ASR Rule to GUID Matrix. En de GUID die wij interessant vinden is de volgende. Block Credential Stealing from the Windows Local Security Authority Subsystem LSAS.exe. Dus stel voor dat we een LSAS dump willen gaan doen. ASR is actief, deze GUID is actief. Dan willen we graag weten van, joh, zijn er paden waarop we onze tools kunnen uitvoeren en om dus alsnog LSAS te dumpen. Cool. Het eerste wat we nu moeten doen is het vinden van de Defender Signature Rules. En deze VDM's, deze Rule VDM's, kunnen we als backup vinden in het volgende pad in C Program Data. En vervolgens in Microsoft Windows Defender Definition Updates. En voor ons gemak worden er backups gemaakt. En die bevinden zich hier. En we zijn vooral benieuwd naar het MPAS base bestand. Dat is deze. Nee, dat is deze VDM. En deze VDM gaan we eventjes kopiëren. Want hierin bevindt zich de rule die ik zoek. En dan kopiëren we eventjes naar de desktop toe. Zodat we hier ook de rechten hebben om dit ding zo meteen te kunnen extracten. En dat extracten, dat doen we dus met de WD Extract 64. Had ik die hier openstaan. Dat is deze tool.
En dit is een van de tools die we hiervoor kunnen gebruiken. Unpack VDM containers of de Windows Defender Microsoft Security Essentials. Decrypt VDM containers embedded in malicious software removal tool, etc. Kortom, een goede tool om de VDM te extracten. Laten we dat dan ook gaan doen. We bevinden ons op de desktop en we gaan de container uitpakken. En dat doen we dus met de wd-extract64.exe. En wat we uit gaan pakken is mpasbase.vdm. Er zijn bytes written by en al met al een succesvolle extract. En na de extract vinden we een .extracted file op de desktop. En wat we dan kunnen doen is deze file openen in een hex editor. En in de hex editor gaan we zoeken naar de GUID. En de GUID was de volgende, dat is deze. En deze GUID kunnen we vinden hier in de file, ergens halverwege in dit geval. Laten we nog eens kijken of we een volgende instance kunnen vinden. Ik weet toevallig dat we bij de tweede instance een omschrijving krijgen van de rule, gevolgd door een aantal apenstaartjes. En onder die apenstaartjes vinden we alle directories die van toepassing zijn op deze rule of welke excluded zijn en dus voor ons whitelisted zijn. En dat zijn deze directories. En dat is een heel pad. Dat kunnen we kopiëren tot de puntjes, ongeveer tot daar. En wanneer we deze plakken en weer netjes maken, vinden we een aantal executables en soms ook excluded directories vanuit waar we onze tool kunnen uitvoeren. Vinden we een executable, dan kunnen we onze tool dezelfde naam geven om de tool uit te voeren. Vinden we een directory, dan maakt het niet uit hoe de tool heet. En kunnen we de tool gewoon vanuit die directory uitvoeren. Nogmaals, de paden die we vinden zijn geen gegarandeerde exclusions. Hier kunnen ook andere paden te zien zijn, zoals bijvoorbeeld monitored path en zo. Dus het vereist wel wat testen, maar we kunnen in ieder geval met deze informatie relatief gericht testen om onze ASR rules die actief zijn te bypassen. En dat het vinden van deze paden is mijn quick tip voor jullie van deze week. Ik hoop dat jullie deze tip weer leuk, CQ interessant vonden, dat je er iets aan hebt. En nou vergeet zeker niet om even dat likeje te geven. En uiteraard comments plaatsen mag en subscriben is nog veel beter. Hartelijk dank daarvoor en uiteraard heel graag weer tot de volgende quick tip. Doei doei!